Gym-VJ Jelle van Daal, we kennen haar ook als zangeres van Lasgo, zit een hele week opgesloten in het gymhuis, want daar is het al een hele week feest. Want sinds zondagavond 6 uur houden ze daar de Big Live. Met z'n zessen presenteren ze elke dag van de week de klok rond live op antenne. Ze krijgen ook heel wat gasten over de vloer. Maar het wil dus wel zeggen dat alle VJ's daar werken, slapen en eten in het gymhuis. Ja, ze zitten daar nu al 4 dagen, geloof ik. Zo 4 dagen, dag en nacht lang presenteren, moet wel beginnen doorwegen. Het is vermoeiend en de vermoeidheid begint inderdaad een beetje door te sijpelen. Nu, ze presenteren telkens per 2 en ze wisselen elkaar af, dus ze hebben een aantal rustmomenten. En tijdens een van die rustmomenten gaf Jelle onze rondleiding in hun geïmproviseerde kamp. Hallo, welkom in het Gym Multicolor Huis. We zijn er bezig met de Big Live. Dat wil zeggen dat wij 24/24 volledig live gaan. Het is ook een total control, dus alle bellers, alle mensen, of ja, alle kijkers eigenlijk, mogen beslissen wat er gaat gebeuren. En hier is zo'n beetje mijn plekje. Bijvoorbeeld als er gasten komen, dan zit ik hier achter mijn laptopje en dan bereid ik een paar interviewvraagjes voor. We slapen hier dus echt. We gaan er niet weg. We eten hier. We doen eigenlijk echt alles hier. Dus we wonen hier dus echt letterlijk een week. En we doen dit gewoon voor gym nog eens een extra boost te geven. En gewoon omdat het vakantie is. Het is herfstvakantie. Dus er moet voor de jeugd ook iets te zien zijn op tv. Hier hebben we nog een zwembad, maar dat is eigenlijk veel te koud om daar nu in te gaan. Ik ben toch veel liever in die jacuzzi. Ik heb er vanochtend nog in gezeten. Ik heb hier vanochtend de ochtend gepresenteerd samen met Eline. En ik moet zeggen, dat was vrij aangenaam, dit warme badje. En 's nachts gebeuren hier eigenlijk allemaal foute feestjes. Dus VJ Dimi doet de nacht. En er is vannacht zelfs een paaldanseres geweest. En ze hebben ook gezegd dat alle drank, dat eigenlijk voorzien was voor heel de week, dat die al direct op is. Dus alles is er gewoon doorgegaan. Er hebben ook mensen moeten overgeven en zo, maar in die details kan ik misschien beter niet verder gaan. En hier achter het zwarte gordijn zijn de bedjes of de slaapkamer, maar daar ligt dus VJ Dimi te slapen. Is dat met een wake-up call of wat? Hey Dimi, sorry voor het wakker maken, maar ze komen hier even kijken hoe wij slapen. Ah ja, dat is perfect. En je hebt de nacht gedaan, hè? Mm-hmm. Hoe was het? Was een zwaar feestje gisteren? Het was een max. Ah, geweldig. Ja, je ziet dat dus, die is nog wel heel moe. Hoe was de ochtend? De ochtend was vroeg, maar leuk. Allee, we laten u slapen, hè. Allee, geluk dat Dimi geen ochtendhumeur heeft. Altijd even sympathiek, hè. Voilà, inderdaad. Zeg, maar jij bent daar ook geweest, hè, vandaag? Ja, ik ben even langsgegaan en ze hebben mij gelukkig opnieuw vrijgelaten. Oef, voilà. Dan zat ik hier alleen zonder jou. Zeg, maar de sfeer zit er wel goed in, hè? Ja, het is gewoon één dolle vriendenbende onder elkaar, hè. Hier is ons Eline Mien, hè. Hey, onze VJ Eline Mien. Wat ben je aan het doen? Ik ben een beetje aan het researchen voor vanavond, want daar komen de mannen van Schuitink en Dance langs. Ooh. En Cataluna en zo. Dus alrighty! Ja, dan moet je wel zeker even voorbereiden. Ja. Je zit echt volledig in die Big Life-sfeer, omdat je hier een hele week bent en dat is gelijk een roes eigenlijk. En iedereen die eraan meewerkt, ja, die worden echt zo je familie even heel die week. En je leert elkaar heel goed kennen, je slaapt samen, je eet samen, Je roddelt samen. Ik ga trouwens verder werken, want ik heb nog heel veel werk. Ik ga werk verder, want wij moeten straks samen presenteren. Ja, dan kan ik wel het werk doen, zeker. Goed gezien, Jelleke. Ja, en hier zijn dus speciale containerstudio's gezet voor de Big Live. We zijn in de studio waar dat alles gebeurt. Je hoort het hier, er staat al muziek op, want natuurlijk is Jim een muziekzender. De rest van de VJ's, dat is Nico, dat is Martin Solveig. Het is een nieuwe VJ, Martin Solveig. Hij won de big selection. Toen ze mij de eerste keer vragen van of ik wou meedoen aan de Big Live, ik ben nog niet zo heel lang VJ, dus in het begin dacht ik van oh nee, die kunnen allemaal keigoed en dan moet ik hier zo een hele week met al die andere VJ's samen gaan leven. Gaat dat wel botsen? Gaat dat klikken? Maar ik ben heel blij dat ik het heb gedaan, want ik heb iedereen veel beter leren kennen. We zijn een heel hecht team geworden. En daar is die, Sean. Hallo. Ja, Jim is er gewoon keihard door verbeterd, doordat die band ook veel sterker is geworden. En ik ben content. Ik ben moe, maar ik kan nog wel even verder. Nog 4 dagen, dus dan hou ik nog wel vol, denk ik. Het is heel plezant. Je kan nog de hele week tot zondagavond terecht bij Jim voor de Big Live.